Limburg staat bekend om zijn streekproducten. Voor de toeristen om mee te nemen, maar ook voor de eigen inwoners om bijvoorbeeld mee te koken. Dit programma draait hierom. Wij gaan streekproeven. Nancy, ben je weer? Ja, zo. Ben ik weer. Nou, vandaag gaan we iets met fruit doen. We gaan naar Eckeraden. We gaan stroop maken, oftewel zeem. Je gaat het hele proces meemaken, van appels plukken tot stroop maken, het eindproduct. En ja, je gaat de ladder op. Ik heb Matt en Michiel al gebeld dat je eraan komt, dus Oké, heel plezier. Spannend, ben benieuwd. Ja. Nou, dat ga ik doen. Ja, veel plezier. Ja, dankjewel. En ik zie het eindproduct dadelijk. Ja. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Nou, leuk. Ja. Ja, wanneer zijn jullie dit bedrijf begonnen voor de stroop te maken? Het bedrijf is gestart in 1975. En het stroop zijn we hier op deze locatie mee begonnen in 1983. Oké, dus het is 8 jaar later. Ja, in de tussentijd hebben jullie iets anders gedaan? We zijn in 1975 begonnen als biologisch groente- en fruitteeltbedrijf. Stilaan kwam er toch al wat fruit bij en naast die groenteteelt. En toen we in 1978 een grote hoogstamboomgaard kochten, toen zijn we gelijk gaan nadenken over wat doen we nou met het uitgesorteerde fruit en kwamen op het idee van stroop maken. En we hebben vanaf 77, 78. Dan zijn we gaan zoeken naar een stroopstoker die het ons wilde leren. Want in Limburg had je nog wel wat hobbyisten, maar bedrijfsmatig niemand meer. Niemand meer. We zijn in België terechtgekomen bij de stroopstoker in Sint-Pietersvoer, Wiertz. En die heeft uiteindelijk na wat herhaaldelijk vragen van mij, heeft inderdaad ingestemd om de familietraditie aan mij door te vertellen. En daar ben ik hem dankbaar voor. Ja. Ja, en toen begon het stroop maken. Ja, ja. Ja. Ja, dus in de vakwerkschuur, hier naast het winkeltje, daar hebben we een stroopmakerij ingericht. We hebben dat ingericht in samenspraak met de Keuringsdienst van Waren. Want wat wij wilden was niet, laat ik zeggen, een museumstroopstokerij. Of leuk aan andere mensen laten zien hoe dat vroeger gemaakt werd. Nee, wij wilden dat oude ambacht, wat al 100 jaar oud is in dit gebied, wilden wij in deze tijd ook onder voedselveilige omstandigheden weer gaan uitoefenen. Ja. Dus vandaar die samenspraak met de Keuringsdienst van Waren hebben ons ook goed geholpen in het idee hoe we het allemaal zouden kunnen inleggen. En ja, het begint natuurlijk bij de appelpluk. Ja. Peren ja. Gaan er ook in? Ook, ja zeker. Peren en appels. De pluk is volop gaande. Ik kan hem maar even permitteren om hier te praten. Ja. Maar mijn zoon en ook een andere plukkers zijn met die grote ladders en de hoogstandbomen zijn ze appels en peren aan het plukken. Ja. Dat fruit gaat niet zomaar die ketel in, want dat wordt eerst nog eens gesorteerd. Ja. En het consumptiefruit gaat rechtstreeks naar de klant natuurlijk. Want dat is je eerste inkomsten. Ook? Ja, ja, dat verkopen we ook. Dat zijn onze eerste inkomsten van dat fruit. En het uitgesorteerde fruit, daar voegen we meerwaarde aan toe door een stroop van te maken. En hebben jullie echt Limburgse soorten? Ja, we hebben ja, die hoogstam zeker. Die hoogstam boomgraag, die is. Ja, dat zal nu wel rond de 100 jaar zijn. Ja, dat weet ik wel zeker, hè, dat hij die leeftijd heeft. En daar staan, hè, Klumkes, Keuleman, Goudrenet, Ouwever, Ossekup. Niet te vergeten, IJzenaar en Grondvelder Klumke, dus helemaal uit dit gebied. Daarnaast hebben wij niet alleen een monumentale hoogstamboomgaard. We hebben ook moderne fruitteelt, op lagere boompjes. Met ook hele andere rassen. Het leuke van dat perceel is dat daar ook een aantal rassen staan die ik zelf veredeld heb. Met name de Colina. Dat ras is zo ver ontwikkeld dat we daar in 2000 kwekersrecht op hebben gekregen. Dat maakt u dus helemaal zelf? Ja, we kruisen dat ras helemaal zelf. En ook de naam? Heeft u allemaal ook zelf, alles zelf bedacht? Ja. Ja. Het bijzondere van dat veredelingsproces is dat wij klassiek veredelen, zoals dat heet, alsof de bijen het zelf doen. En hoe doet u dat? Als de bloem nog net niet open gaat, dus een ballonnetje is wat nog dicht is, dan peuteren we met een kwastje dat ballonnetje open en dan
brengen we een stuifmeel in van een ras waar wij mee willen kruisen. Die takje wordt gemerkt, alle appels worden geplukt in het najaar, pitten worden eruit gehaald, die worden een kunstmatige winter gegeven, die zetten we in de koeling, een week of 8, op 0 tot 2 graden. Dan halen we ze uit de koeling, gezaaid, 3-4 dagen later soms al, maar voor binnen 3 weken komen de hele kleine boompjes tevoorschijn. Nou, ik heb begrepen dat de zoon inderdaad nu appels is aan plukken. Ja. Ik ga daar even naar kijken, eens kijken hoe dat gaat en dan dadelijk hoe de stroop wordt gemaakt. Misschien mag jij wel eens die grote ladder tellen, wie weet. Ja, wie weet. Ja. Je bent hard aan het plukken. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Kijken of we die korf vol kunnen krijgen met appels. Wanneer start dat plukproces? Ergens de derde of vierde week van augustus beginnen we met plukken. En dit is de laatste week. En dan hopen we de week na de herfstvakantie stroop te kunnen gaan maken. Van het uitgesorteerde fruit. Nou, gaat echt het stroop maken beginnen? Ja. En hoeveel fruitsoorten hebben jullie hier ongeveer staan? Ik denk een stuk of 15 staan er hier. En we hebben nog een ander perceel in de buurt van Ekkelraden, dat staan er een stuk of 8. Dat zijn voor een deel fruitsoorten voor consumptie. En fruitsoort die voor consumptie en voor stroop goed geschikt is. En alle uitgesorteerde fruit, daar gaat sowieso de stroop in. Hoe zien jullie wat goed is voor de stroop en wat niet? De vraag is van, het moet uitzien als een lekker appeltje. Moet er geen beschadiging aan zitten, nou, dan kun jij hem opeten, bij wijze van spreken. En als ze beschadigd zijn, dan gaan ze de stroop in. Of als een vlekje erop zit of een rupsje eraan gegeten heeft, dan maken we er stroop van. En de soorten wat jullie hebben, zijn dat echte Limburgse soorten? Dat zijn ook echte Limburgse soorten bij, zoals Joep Mush. Leesjepon is niet echt een Nederlands soort, maar staat wel hier in de buurt. Het is een Frans soort, dit is Courpendu. Bellefleur staat hier, Keulemannetje staat hier. Waar er een aantal heel goed voor zijn voor de stroop. Ja, en die gaan allemaal tegelijk de stroop in, al die soorten? Het is meestal een mix van allemaal verschillende soorten appels en peren om een hele goede stroop te krijgen. Hoeveel bomen hebben jullie hier ongeveer staan? Hoeveel bomen we hebben staan, ik denk dat hier een 200 staan. En de rest is laagstam, nou, er staan er heel veel op een klein stukje grond. Maar hier staan er iets van de 200 van die grote hoogstambomen. Ja, en jullie hebben eigenlijk heel veel hoogstam. Dat is best bijzonder, want die komt niet meer zo heel veel voor. Nee, dat klopt. Dit is een van de weinige productieboomgaarden nog in Limburg, waar die gesnoeid worden, verzorgd worden en waar uiteindelijk ook de appels van geplukt worden met het doel voor consumptie. Want heel veel andere hoogstamboomgaarden, nou ja, dat valt op de grond en er wordt af en toe wat van opgeraapt, maar de rest gebeurt er weinig meer mee. Ja, en is dat moeilijk omdat die productie zo vervelend is met die ladders en dat allemaal? Dat ook. Wie wil nog de boom in? Arbeidstechnisch, nou, mag je op een ladder staan. Een glazen wasser mag ook niet hoger dan zoveel meter van de grond afstaan. Het duurt heel lang voordat het in productie gaat. Dit is een boom, denk ik, van 15 jaar oud. Hier staan er bij van 100 jaar, zoals deze hier, wat hier naast ons staat. Het duurt gewoon heel lang voordat het ook in volle productie is. Ja, en die soorten van de hoogstam, gaan die uiteindelijk uitsterven als jullie dat bijvoorbeeld niet meer doen? Nou, het IKL is natuurlijk wel bezig om op heel veel plaatsen boomgaardjes aan te leggen. Maar het is wel belangrijk dat die bomen allemaal onderhouden worden. Want anders gaan die bomen langzaamaan dood en dan verdwijnt het langzaamaan. Ja. Dus het heeft wel een hele hoop onderhoud nodig. Michiel, je werkt dus samen met je vader. Hebben jullie verder ook nog hulp? Mijn moeder helpt mee en op vrijdag en op zaterdag hebben we hulp in de winkel. Dus met klaarmaken van bestellingen, klanten helpen in de winkel. En de rest doen we het eigenlijk met de familie, met z'n drieën. Okay. Dit plukken in die hoogstam, moet je daar iets speciaals voor kunnen? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, je moet een ladder om kunnen zetten. Dat is het allerbelangrijkste. Een ladder om kunnen zetten. En appels plukken kun je iedereen leren. Zoals ik heb een tweeling van 4 jaar, die kunnen ook appels plukken. Maar de kunst is om die ladders om te zetten. Ja, want zet je hem niet goed, dan heb je kans dat je naar beneden valt. Tot je naar beneden valt, of de ladder valt om als je hem om wilt zetten, tot hij omvalt. Ja, oké. Ik wil het wel eens proberen. De ladder omzetten of appels plukken? Nou, ik denk dat de ladder zo goed staat. Nou, dan zou ik zeggen, doe je best.
En dan gewoon plukken? Ja, gewoon plukken. En dan niet aan trekken natuurlijk. Het steeltje moet eraan blijven. En je moet eigenlijk appeltje naar boven toe buigen. Appel naar boven. Dus je vinger bij het steeltje. En dan voorzichtig op. Vinger bij je Ja, we zijn bijna klaar met plukken. Dat klopt. Wat voor soort is dit precies? Courpendu is dat. Dat is een heel oud appeltje. Een van de oudste rassen in de wereld. En die komt al uit de middeleeuwen, komt deze al. En dit soort, komt dat echt uit Limburg? Nee, ze komt oorspronkelijk uit Frankrijk, maar staat toch al honderden jaren hier in Limburg, in Zuid-Limburg. Zo, de appelen zijn geplukt. Klopt. Hoe nu verder? Nou, de appels hebben we gistermiddag in die ketel gedaan, samen met peren. Die was zo vol. Onderin zitten de peren, bovenin zitten de appels. En dat moet in 3,5 uur koken. Dan blijft dat de hele nacht staan. Mm-hmm. En vanochtend vroeg om 6:30 hebben we het hier in de pers gedaan. Oké, die staat hier? Ja, die staat hier. En nou, door het persen loopt het sap hieruit, mm-hmm, in deze bak. Ja. En het sap gaat weer terug in de twee ketels. Ja. En door het koken van dat sap houden we uiteindelijk de stroop hoog. En puur alleen door koken? Alleen door het koken en het recept natuurlijk, combinatie van appels met peren, zorgt ervoor dat wij een stevige, frisse stroop kunnen maken. Ja. Ja, en ik zie dat persen, daar zul je ook wel wat afval van hebben waarschijnlijk. Ja, het afval wat we hebben ziet er zo uit, ja. Uitgeperste appeltjes en peren. Dus van die hele ketel fruit, zo vol, 1000 kilo fruit, blijft 1 kruiwagen afval over, ja, wat naar de koeien toe gaat. Die gaan naar de koeien, die kun je niet meer voor menselijke consumptie. Nee, je kunt er compost van maken of zo, maar de koeien vinden het heel lekker, dus het gaat met alle plezier naar de koeien. Ja, dus als ik het goed begrijp, 1 keer koken, alle fruit, peren, appels, alles bij elkaar. Dan de pers in en dan wordt sap en dat sap wordt weer gekookt. Ja. Eigenlijk heel simpel. Heel simpel. Ja. En dit sap, is dat wel drinkbaar? Dat is zeker drinkbaar. Wil je dat eens proeven? Ja, eigenlijk wel. Ik ga maar regelen. Het is gezeefd, dus als het goed is moet het... Je moet er niks meer in zetten. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Het is ook nog warm. Dat klopt. Ja, heerlijk. Ja, echt lekker. Maar het ruikt ook heerlijk. Je hebt hier een geur, krijg je jammer genoeg niet op te zetten. Nee, dat niet. Maar het is echt een heerlijke geur wat hier naar boven gaat. Ja. Nou goed, dus nu is het wachten weer. Nou, even wachten en dit zal dadelijk stroop zijn. Okay, dan gaan we eruit halen. We wachten even af. En nu hoor ik dat het bijna klaar is. Wat ben je nou precies aan het doen? Nou, wat ik ben aan het doen? Ik ben aan het kijken aan de hand van de lepel. Mm-hmm. Hoe de stroop van de lepel afloopt. Mm-hmm. Kun je zien of die bijna goed is. En het ziet eruit alsof hij bijna goed is. Ja. Een keer kijken. Ja. Naar mijn gevoel ziet hij nog heel vloeibaar uit. Ja, maar de keuze is om dus te zien hoe hij hier op 100 graden is. En dadelijk afgekoeld in het potje. Terwijl je het potje op de kop kunt houden. En terwijl je de boterham niet bij elkaar rolt als je hem op de boterham smeert. Ja. Dat is de kunst. Ja. Okay. En de samenstelling van het fruit, is dat iedere keer anders? Samenstelling is iedere keer anders, afhankelijk van hoe rijp het fruit is, de maat, de rassen. Afhankelijk daarvan stellen wij het recept samen om onze 3 recepten die we hebben in smaak ieder jaar of iedere dag te evenaren. Ja, maar het kan dus altijd een heel klein beetje verschillend zitten. Ja, dat zijn als zijnde bij de warme bakken. Iedere dag zit er een kleine nuance verschil in. Ik ga het voor de hits.
nu wordt een nieuwe lading sap in de ketel gegooid. Ja, om de rest van het sap op te krijgen. Ja. Dat is even en dan ook weer 3 uur. Ja. Het ziet er dus nog uit als dik water. Ja. En als het afgekoeld is, kun je het potje op de kop houden. Blijft het erin zitten. Ja, is het helemaal dik geworden? Ja. Nou, we hebben gezien hoe de stroop wordt gemaakt bij je zoon. En de appelpluk, heel interessant. Ja. Hoe kunnen mensen van uw product genieten? Hoe kunnen ze het krijgen? Natuurlijk in onze boerderijwinkel sowieso. Er zijn een aantal natuurvoedingswinkels in het biologische circuit die hem verkopen. Maar ook wat speciaalzaken, speciale bakkers. Die vooral ook even zoeken naar speciaalzaken. Maar hier in huis, elke zaterdag, open winkel, verkopen we graag. Ja. Uw verdere toekomstplannen, wilt u nog uitbreiden misschien? Nou, niet zozeer uitbreiden. Wat we in de toekomst wel wat meer willen is weer eigen groenten gaan telen. En we willen toch graag 6 à 8 producten van onszelf in de winkel krijgen. Ja. En daar is Val de Zoon heel sterk mee bezig om te kijken hoe we dat kunnen gaan realiseren. Oké. Nou, ik heb ondertussen heel erg de stroop geroken. Ik heb even van het sap mogen proeven. Maar ik ben nu toch wel heel erg benieuwd geworden naar de echte smaak van de stroop. Dat heeft hij jullie nog niet laten proeven? Nee, heeft hij nog niet laten proeven. Dan zal ik jou eens laten proeven. Dit is de stroop die ook op het ogenblik aan het maken is, hè? De zogenaamde 60-40, een wat zuurdere fruitstroop. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, lekker. Ja, weet je het zeker? Ja, heel zeker. Okay. Die geur al alleen. Nee. Oké. Okay. Die geur de hele tijd al bij het maken. Ja. Het was echt lekker. Kom, maar kan ik dat op de echt heerlijk. Ja. Kan ik jullie een potje meegeven? Ja, heel graag. Vind ik wel leuk. Heel graag. Dan kunnen wij ook wel mee verder. Dan hoeven jullie niet alleen dat ene lepeltje in herinnering te hebben, maar dan kan je een hele pot verder leeg eten. Ja, dank u wel. Smakelijk. Nou, heel erg bedankt voor al uw tijd. Heel graag gedaan. En tot ziens. Dank u wel. We zijn benieuwd. Dag. Ja. Kijk, Lucie. Ah, Nancy. Stroop. Hoe was het? Leuk? Ja, leuk. Ja? Ja. Ik hoorde dat je op de ladder stond. Ja, ik ben hoog de bomen gegaan. Nou, familie Van der Wal staat eigenlijk bekend om zijn eigen soort appels. Hij heeft zelf de Colina appel geteeld met verschillende bestuivingen. En daar is hij ontstaan. En dat is wel leuk. Naast appels hebben ze ook peren en ander soort fruit. Maar dit is lekker perenappelstroop. Ja, en het maken, het rook ook echt heerlijk daar in die ruimte bij die ketels. Ja. Nou, we hebben drie producten. We hebben brood, we zijn in Noorbeek geweest, we hebben romadou en we hebben stroop. En daar kunnen we wel een leuk gerecht mee maken. En dat gaan we binnenkort even doen. Bent u ook zo benieuwd wat wij hiermee gaan maken? Kijk zeker volgende keer naar het programma Streekproeven.